En als het nou allemaal lukt uiteindelijk, wat ga jij dan doen in Brussel? Mijn belangrijkste speerpunt is dat ik lid word van de Landbouwcommissie in het Europese parlement. De laatste 5 jaar was er geen enkele Nederlander lid van deze commissie, terwijl deze ontzettend belangrijk is voor bijvoorbeeld de Europese gemeenschap landbouwbeleid. En ik vind dat er gewoon iemand moet zitten die jong is, maar dat niet alleen, dat er ook iemand is die uit de agrarische sector komt. Deze commissie die beslist over de toekomst van de Nederlandse boeren. Wat maakt die Nederlandse agrarische sector zo goed? Wij zijn toonaangevend in de wereld, wij zijn het meest productief, maar we zijn ook het meest duurzaam. We produceren het meest hoogwaardig, kwalitatief, goed voedsel over de hele wereld. En daar mogen we als Nederland trots op zijn. Niet alleen dat, het is ook 10% van onze werkgelegenheid. En het is een belangrijk deel van onze economie. Maar liefst 78 miljard exporteren wij elk jaar in de vorm van agrarische producten. En daarmee zijn wij de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld.